Ik heb zelf de regie. Erwin Hout werkt als directielid in een commercieel mediabedrijf. Erwin heeft een dwarslesie en wil desondanks zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ik ben daar verantwoordelijk voor alle marketing- en communicatiebeleid. Dus alles wat het bedrijf verlaat, naar klanten toe, naar potentiële klanten toe, aan communicatie, dus brochures of direct mails, leaflets, de website zelf. Als we beursdeelname doen, dat organiseren wij onder mijn verantwoording. Erwin is manager, echtgenoot en vader. Hij haalt het optimale, misschien wel meer dan men voor mogelijk houdt, uit zijn situatie. Dit door doorzettingsvermogen, optimisme, geloof en een PGB. Ik heb heel veel hulpmiddelen waarmee ik zeg maar het leven ondanks mijn dwarslesie toch vrij zelfstandig kan leven. Ik heb een aanpassing van mijn computer. Dat is een toetsenbord die reageert op een laserstraaltje. Die laserstraal zit op een brilmontuur gemonteerd. Niet omdat ik slechte ogen heb, maar dan kan ik in ieder geval met mijn hoofd zeg maar het laserstraaltje ook bedienen. Daarmee kan ik dus mijn computer bedienen, kan ik gewoon mijn werk doen. Kan ik het internet op e-mailen en op die manier zeg maar mijn toegang tot de sociale wereld. Maar we hebben ook een heel huis met allerlei aanpassingen. En natuurlijk zijn de drempels zo goed als weggewerkt. Maar we hebben ook een elektrische deurdrangers op de deur die ik zelf kan openmaken en dicht doen. Ik heb een omgevingsbedieningssysteem dat ik met één knopje vanaf de rolstoel de telefoon, de televisie, de dvd-speler, al het licht in huis, ook de deuren, de thermostaat kan bedienen. En we hebben ook een lift in huis laten plaatsen, zodat ik onze dochters op bed kan leggen en ook weer uit bed kan halen op het moment dat ze daar aan toe zijn, zeg maar. Met de kleinste gaat dat nog niet, want ik kan zelf mijn handen niet gebruiken. Maar Hanna, de oudste, die kleedt zichzelf uit en aan en die stapt op schoot en die klimt in bed. En, zo heb ik ook een beetje mijn deel in het gezin. Enerzijds tijdens de revalidatie leer je natuurlijk heel goed wat een dwarslesie is, wat de consequenties zijn, waar je op moet letten om op een goede manier met een dwarslesie om te kunnen gaan. Dus dat is zeg maar de basis die je meekrijgt. En op die basis zul je zelf verder moeten bouwen. En dan helpt het als je een beetje doorzettingsvermogen hebt, een optimistisch karakter. Ik ben met allebei gezegend. Ik heb daarnaast een familie die voor me klaarstaat. Een heleboel vrienden die graag helpen en hun steentje bijdragen. En ik geloof ook dat er een God is die mij kracht geeft om iedere dag opnieuw het leven te leiden dat ik mag leiden. En daar ben ik erg dankbaar voor. En samen met mijn vrouw en onze drie dochters genieten we bijzonder van het leven. Ik heb soms anderhalf uur zorg nodig. Ja, ik wil toch uiterlijk om 9 uur wel begonnen zijn. Want ik in een werkdag zitten 8 uur en soms 10 uur. Maar ik wil toch ook weer een beetje op tijd weer thuis zijn. Dus we beginnen redelijk op tijd. Om 9 uur begin ik. Dat betekent dat de zorg uiterlijk om 7 uur moet starten. En dat is heel goed te realiseren dankzij het PGB. Want ik ben de zorgvrager. Ik breng het geld mee. Ik kan daardoor ook wat meer eisen stellen. En de zorgverlenende instantie zover krijgen dat ze in plaats van normaal om 8 uur te beginnen, een team hebben samengesteld van mensen dat om 7 uur begint. Mm-hmm. En dat is de vrijheid die ik daardoor gekregen heb. Nou, op het moment dat ik zeg maar door de wijkverpleging uit bed gehaald ben, dan komt er iemand die ik met het PGB betaalt, die mij weghelpt naar mijn werk toe. Dat betekent dat ze mee helpt met tanden poetsen, dat ze me eten geeft. Maar ook dat ze het eten klaarmaakt, dat ik dan 's middags al mijn werk opeet. Dat ze mijn jas aantrekken, dat ze even nog kijken of alles netjes en toonbaar is. En dan kan ik daarna naar mijn werk. Nou, degene die mij hier 's ochtends weggeholpen heeft, die betalen we ook vanuit het PGB. Dat zijn mensen die meer uit mijn sociale omgeving komen. Dan moet je denken aan een tante of iemand bij ons in de kerk. Mijn moeder draait ook in zijn team mee. En goed, als ik dan weg ben, dan doen ze vaak nog wat huishoudelijke klusjes. Ze doen een was, of nou, noem het maar op. Zodat mijn vrouw Marleen daarin een beetje ontlast wordt.
Want met drie jonge kinderen en een man die behoorlijk gehandicapt is... En ze werkt zelf ook nog. Kun je voorstellen dat ze daarin vrij belast is. Dus is het goed dat we door het PGB ook weer zeg maar, de mogelijkheden hebben... om die extra hulp in te schakelen, ook in het huishouden. Dat gaat nu natuurlijk via de WMO. Maar ook dat heb ik via een PGB laten regelen. Waarom? Omdat een PGB mij juist die vrijheid geeft die voor mij heel belangrijk is. Je moet natuurlijk goede afspraken maken. Je bent en je blijft van mensen afhankelijk. Maar mede door dat PGB kun je wel zeg maar, wat eenvoudiger die mensen inschakelen die je juist nodig hebt om in de gang van het hele maatschappelijk leven juist ook mee te kunnen doen. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf, het op tijd uit bed gaan. Maar ook het vragen van andere zorg. Als ik 's avonds geholpen moet worden met eten of 's avonds naar bed gaan, dan komt er ook weer iemand. Dan kun je met een PGB toch vrij makkelijk zeggen van jongens, het wordt vanavond een keer 12 uur, want ik heb een verjaardag. Of het wordt een keer 2 uur 's nachts, vind je het vervelend om te komen. Dat gaat veel makkelijker dan dat je daar dat moet regelen met een instantie die zorg in natura levert. Omdat die vaak weer aan werktijden van personeel gebonden zit. Nu vraag je vrienden, je vraagt familie. Natuurlijk, die zouden het ook best gedaan hebben. Incidenteel, als je dat zou vragen, zonder dat daar wat tegenover staat. Maar voor mezelf en voor mijn eigen waarde, voor het gevoel dat je zelf de regie en de touwtjes in handen hebt, is het heel prettig dat je daar wat tegenover kan stellen in de vorm van een persoonsgebonden budget. Zodat zij er nog iets aan overhouden, er iets leuks van kunnen gaan doen. En zodat ik het gevoel heb van, ik hoef daar niet in mijn totale afhankelijkheid te beleven. Nee, ik ben zorgvragen, maar ik stel er ook wat tegenover. Dus dat maakt de zorgvraag een stuk minder afhankelijk.